Aan het begin van het tweede uur van het balkon van Limburg. Waarin u kunt leren thuis hoe u gelukkig moet worden. Althans, als we Ton Roemen kunnen geloven. Hij schreef een boek, Wie kust mij wakker? En daarin staan verhalen met wijze levenslessen. Uh, Ton, we hadden het net al over Christoffel. Het zou mij mooi, mooi lijken om eens te beginnen met dat verhaal van Christoffel, wat ook in je boek staat. Nou, zoals ik al zei, het is een uh, heel oud verhaal. Het duikt waarschijnlijk op uh, aan het uh, einde van de middeleeuwen. En uh, zoals ik ook al zei, het is uh, iets wat erg leeft in uh, Roermond, in heel Limburg. Maar het is een verhaal dat een uh, uitstraling heeft uh, ook veel verder. Want uh, hij duikt overal in Europa op, overal waar uh, rivieren zijn. Ook aan de Rijn, de Moezel. In Trier bijvoorbeeld, wie daar uh, voor de. Romein, de oude Romeinse poort, de Porta Nigra, staat. En vooral daardoor gefascineerd is, zou misschien toch even zijn hoofd naar links kunnen wenden. omdat daar ook een beeld van Christoffel staat. Mm -hmm. Maar ook op plaatsen waar die rivier wat minder zichtbaar is. In Italië onlangs ben ik hem ook weer tegengekomen. in San Antimo in Toscane. Dus het is in die zin een Europees personage. En hij torent en... natuurlijk prominent boven Romont uit. Ik bedoel, daar kennen wij hem hiervan. Ja, hij torent hoog bovenuit. En op meer plaatsen is die erg goed zichtbaar. Dat heeft er ook mee te maken dat in, de, in het volksgeloof en de volkswijsheid zou degene die een plotse dood zou willen afwenden of voorkomen, die zou maar naar Christoffel hoeven te kijken. Dus men plaatste het beeld inderdaad zo dat het zichtbaar was, zodat de mensen voordat ze zouden kunnen gaan slapen naar Christoffel zouden kunnen kijken in de hoop dat de dood hen niet plotseling zou overmeesteren. Wat is nou het verhaal van die Christoffel? Het verhaal is dat uh, de man een hele grote een visie heeft, een doel dat hij in zijn leven wil realiseren, en dat doel is om de grootste en de machtigste te willen dienen, en daar is hij heel erg van verzekerd. En in eerste instantie denkt hij dat het te kunnen vinden bij een koning, maar hij ontdekt dat de koning bang is voor de duivel. Dus de duivel is blijkbaar groter dan de koning. Dus hij gaat in dienst bij de duivel, omdat hij denkt dat dat de grootste en de machtigste is. Maar de duivel op zijn beurt blijkt weer bang te zijn voor Christus. En hij denkt dan is dat de grootste en de machtigste. En dan zal ik die moeten gaan dienen. Hij zoekt, hij kan hem niet vinden. Dat kun je niet zo makkelijk. En vinden. Een, dat is het. Ja. Je kunt hem niet zo makkelijk vinden. Maar een kluizenaar, de man die iets anders in een samenleving staat, vaak wat kritisch daarnaar kijkt, die zegt nou ga maar wachten, heb maar eens geduld. Uh, jaag maar eens niet te snel na en ga maar aan de rand van de rivier zitten. En ga maar eens mensen overzetten. Want het is een hele grote en sterke vent in het verhaal. En draag de mensen over van de ene oever naar de andere oever. En blijf maar wachten tot je het Christuskind tegenkomt. En dat gebeurt dan ook. En dat is dan het tweede deel van het verhaal: dat hij een kind hoort roepen, s'nachts. En uh, hij zet het kind over en hij denkt dit is een makkie, want uh, nogmaals een grote sterke man, een klein en licht kind op zijn schouder door een rivier, wadend door een rivier. Dus dat zal geen enkel probleem opleveren, maar dat levert wel een probleem, want dat kind dat gaat ontzettend op Christoffel drukken en drukt hem bijna kopje onder. Christoffel ziet het niet meer zitten, uh, raakt in doodsangst en slaagt er uiteindelijk in met inzet van al zijn kracht om uiteindelijk dat kind toch veilig aan de overkant te zetten en hij herkent daar dan Christus in. Wat heb ik dan nou aan als lezer aan dat verhaal? Als ik ik wil gelukkig worden, ik koop jouw boek, ik lees dat verhaal. Nou, daar zit ontzettend veel in het verhaal en ik heb het allemaal heel systematisch ook uitgewerkt in mijn boek. Maar één element wat heel erg van belang is, is zoals ik het verhaal ook eigenlijk begon te vertellen: dat uh, Christoffel een missie of een visie of een doel heeft in zijn leven. En in zijn geval is dat hij wil de grootste en de machtigste dienen. Nou, daar begint het hele verhaal eigenlijk, uh, dit verhaal letterlijk, maar ook figuurlijk, um, uh, om te kijken welk doel. Wij of jij of ik in het leven hebben welke missie er is en dan kijken hoe die missie of dat doel eventueel ook gerealiseerd kan worden. Kan je missie niet zijn: ik wil gelukkig worden. Ja, dat wil iedereen, denk ik. No, uh, ja. Maar het, het kan ook misschien wat specifieker. Uh, de een vertelt mij dat hij vooral groots en meeslepend wil leren leven. Een ander denkt dat het geluk te vinden is in het wandelen in de natuur of het luisteren naar vogels. Weer een ander denkt dat het geluk erin gelegen is om dienstbaar te zijn aan anderen. Mm -hmm. Weer iemand anders denkt dat zijn of haar geluk te vinden is in de zorg voor anderen of in het onderwijs. Dus dat geluk heeft dan heel veel verschillende gezichten. En daar zijn persoonlijke verhalen over. En dat maakt. Het ook zo mooi en boeiend. In plaats van dat je nou als regel 1 hoe word ik gelukkig opschrijft, van zorg dat je een doel hebt in je leven, vertel je dat verhaal van Christoffel. Wat, wat, wat is de kracht van een verhaal? Waarom moet je dat met een verhaal vertellen? Nou, een verhaal is veel krachtiger dan een moraal. En een, een, een verhaal heeft veel meer beeldkracht en is denk ik veel sterker dan een rijtje op te sommen van dit zijn de 10 punten om gelukkig te worden. Um, dan is het wat. Uh, wat uh, je ja, verpakt wat... het beter, of kun je het zo zeggen? Nou, laat ik zeggen, als je de tien punten op zou schrijven, dan, dan verpak je het in een tien-punten programma. Uh, maar de, de verhalen geven nog iets extra's omdat uh, het verhaal uh, ja, precies de, 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 de enorme kracht eraan geeft. De, de, het, wordt, het wordt beeldender, het wordt rijker, het wordt persoonlijker. Mensen kunnen er ook andere dingen in leggen. Ik denk dat dat ook uh, van belang is. Want als je het zo op gaat schrijven, punt 1 tot en met 10... dan, dan staat het zo heel erg duidelijk uh, op papier... of dan wordt het zo heel duidelijk gezegd. Uh, terwijl het verhaal ook nog de ruimte biedt aan de lezer... of aan de luisteraar om in ieder geval ook eigen associaties uh, erbij... Te hebben. En nog eigen regeltjes te verzinnen. En eigen regeltjes te verzinnen. Dus het is heel erg democratisch in die zin. Ik moet me een doel stellen, dat weet ik nu al. En dan, want dan moet ik wel nog naar dat doel toe. Ja, nou dan is de, de valkuil, eh, zeker ook in onze moderne samenleving, dat we dat doel willen realiseren. En wel in, liefst in no time. Wij hebben geleerd om heel sterk eh, te leren denken in termen van doelen en van targets. En eh, als de autoverkoper eh, zijn targets niet haalt, als hij niet zoveel auto, automobielen per dag verkoopt, dan kan hij een berisping krijgen, eventueel eh, kan hij ontslagen worden. Het onderwijsgebied dat ik vrij goed ken, dat is een gebied waarin we vanaf de jaren 50. Heel erg hebben leren denken in termen van doelen. Maar zo zit maar... de wereld in elkaar, zo zit de maatschappij in elkaar. Moet je dat dan loslaten? Je moet dat relativeren, omdat, uh, dat is ook wat ik uitwerk in het uh, boek, dat uh, uiteraard we moeten het, het, het doel voor ogen houden, maar dat is het verhaal van Christoffel ook. Het is, een, het is een blauwdruk, het is niet precies de grootste en de machtigste dienen. En uit het verhaal van Christoffel blijkt nu juist dat je gaandeweg erachter komt wat dat eigenlijk betekent. Want je maakt ook fouten, want eerst denkt hij dat het de koning is, die is het niet. Het is de duivel, nee die is het ook niet. En vervolgens verschuift dat doel weer. Dus het onderweg zijn is ontzettend van belang gaandeweg. Erachter te komen wat die blauwdruk is en hoe dat voor jou het, vorm en inhoud kan krijgen. Het gaat eigenlijk meer om de weg dan om dat doel. Dat is het. Het is de weg. De weg is het doel.